Welke richting wil de Nationale Ontwikkelingspartij, de NOP, op? Waarvoor wil de NOP zich allemaal sterk maken? De politieke partij NOP die is na een winterslaap nu weer actief. De NOP die heeft samen met de CECA een samenwerking met de ABOP. TBN Prime Alert spraken met Frans Palissy, de huidige voorzitter van de partij, die als volgt inging op deze zaken. Het gaat om huisvesting en aan de andere kant, wanneer zeg huisvesting, ik heb zelf ervaren en met jonge mensen gesproken, ik praat veel met mensen, ik zit in allerlei organisaties en je ziet één groot probleem dat de mensen hebben is huisvesting. Wanneer je getrouwd bent, waar ga je wonen? Welke huis heb je? En we weten dat een perceel een bepaalde bestaanszekerheid geeft, toch? Als ik een perceel heb, dan weet ik, ik kan bouwen en dat is mijn adres. Daar kan ik mijn leven opbouwen. Als dat er niet is, dan zit je in een fase waarbij je met schoonouders moet leven en met allerlei gevolgen van dien. We zien de dingen, gevolgen, we hebben een paar video's gezien laatst. Er zijn dingen die gebeuren en dat is niet gezond voor een relatie. Waardoor relaties kapot gaan, niet omdat de twee mensen niet meer van elkaar houden, maar vanwege externe invloeden, familie die bemoeit in die relatie, waardoor die relatie kapot gaan. Maar als man en vrouw, twee mensen samen, jonge mensen die van elkaar houden, een nieuw leven gaan beginnen, apart wonen, een perceel hebben, ik praat over een perceel, bouwen kunnen de mensen wel zelf, dat kan. Laten we beginnen met een perceel. En dan het bouwen laten we dan over aan de mensen. Je kan ze instructies geven, je kan ze helpen, je kan ze begeleiden, maar laten we beginnen dat de mensen weten van ik ben klaar met mijn school, ik kan beschikken over een perceel als ik die aanvraag doe. Ja. En natuurlijk kijken we ook naar, ik zei het al, community development, om naar de gemeenschappen te gaan en met de mensen in de gemeenschappen samen nadenken hoe zij hun gebied kunnen ontwikkelen. Wat hebben ze nodig? Wat is er nodig in een bepaald gebied om dat tot ontwikkeling te brengen? Wat ontbreekt daar? Waarmee zit je? Wat is jouw probleem? Wat zie je? Wat kan gedaan worden zodat jouw gemeenschap leefbaarder wordt? En dat je niet zegt, ik moet van hier vertrekken om een beter leven daar te gaan. Bijvoorbeeld, je bent in Paramaribo, of je bent in Wanica, of je bent in Flora, laten we een resort nemen. Of je bent op Ramgulanweg en je zegt van, ik moet vertrekken van hier, ik moet naar Noord, omdat daar beter gesitueerd is. En het ziet er dingen, als mensen horen, ik woon op dingen, of ik ben van daar, dan zeggen ze van, achtergesteld. Elk gebied verdient prioriteit. Elk gebied heeft recht op ontwikkeling. En de mensen die daar wonen en leven hebben recht op ontwikkeling. En mede gelet op het feit dat het ministerie van Grondzaken ligt bij de ABOP. In die samenwerking tussen de andere partijen gaan jullie dus dan als NOP, u zegt huisvesting is een van jullie pijlers of de belangrijkste pijler binnen de partij. Gaan jullie ook met adviezen aandragen? Komen jullie ook met voorstellen dan? Helemaal. Omdat we vinden het van eminent belang. Omdat ik heb het persoonlijk ervaren toen. In mijn tijd was het een hele andere tijd. Nu heb je overal appartementen. Dus jouw mensen trouwen, ze kunnen appartement huren. In mijn tijd had je geen appartementen. Je had een huis zonder water, zonder licht, zonder vergelegen. Je moest 2,5 kilometer lopen waar ik woonde. 2,5 kilometer om aan te komen op in de Ragandiweg om een PL te pakken. Als je die slansbus had gemist. Dus dat was mijn beginfase. En daar moest je wonen. Geen een huis met alles, noem maar op. Dus het was een model waarbij je zag van, dit moet het niet zijn. En ik heb wel gewoond met schoonfamilie, maar 3 maanden maar. Omdat ik vond van, je moet zelfstandig leven. Wanneer je met familie woont, schoonfamilie, dan wie dan ook. Het is een druk die komt op de jonge echtparen, jonge mensen die samen iets willen opbouwen. Dus sowieso gaan we komen met We hebben ideeën, sowieso. Dat het moet kunnen, Suriname is groot genoeg, dat iedereen die in Suriname is, als we niet gierig zijn en denken aan onszelf, dat iedereen in staat is om een perceel te krijgen. Ja. Dus dat is sowieso gaan we met onze ideeën komen. Ja. Heer Palissy, en als NOP-voorzitter, uw kritische blik op de huidige politieke situatie, sociaal-economische situatie in het land?
Ik zei het al eerder in de persconferentie. Suriname, we moeten anders naar onze ontwikkeling kijken. En wanneer ik zeg anders, we kijken naar de komende verkiezingen. De politieke partijen in het land richten zich naar de komende verkiezingen. Hoeveel zetel ga ik halen? Hoe moet ik de mensen zodanig of zo ver krijgen dat ze weer voor me gaan stemmen? En hun beleid is daarop gericht. Toch? Van de eerste 2-3 jaren zie je zoveel geklaagd. Men luistert niet naar je. En 2 jaar voor de verkiezingen of 1 jaar voor de verkiezingen probeert men in een vogelvlucht alles in te halen. Alles gaat in te halen. Mensen dingen te geven, banen en we zien het bij de overheid. Toch? Iedereen, al is er geen plaats, kom bij de overheid. Want je moet weer voor me stemmen. Er is geen perceel, je kan het niet krijgen, kom je krijgen perceel. En men probeert dan binnen 1 jaar een inhaalslag te maken. En we zien natuurlijk dat dat niet kan. Dat is dan geen goed beleid. Ja, en wij zeggen, laten we kijken naar 20 jaar, 30 jaar. We moeten kijken, we moeten een beeld hebben van hoe willen we Suriname zien. Wat willen we van Suriname maken? Als we er niet meer zijn, want we gaan niet blijven. Niemand blijft hier. De huidige machthebbers niet. Niemand blijft hier. Er waren machthebbers voor ons. Wij gaan ook niet erbij blijven. Je moet iets achterlaten. En we zien in de andere landen dat men daarnaar kijkt. Hoe ontwikkel ik mijn land, zodat het beter wordt voor de generatie die na mij komt. Niet kijken naar 5 jaren. Binnen 5 jaar, wat ga ik doen binnen 5 jaar? Oké, nu kan ik de mensen vinden. Oké, nu, dus ik luister nu naar ze. Nu ga ik wel even luisteren, zodat ze voor me stemmen. En wanneer ze gestemd hebben, ga ik weer niet luisteren. Dan ga ik weer mijn eigen ding doen. En noem maar op, mijn eigen projecten, mijn eigen, soms eigen politieke partij, eigen politieke enge belangen. Mijn partij, ik moet doen wat mijn partij wil. Wat die partij een goed zint. En voor de rest kijk ik niet naar de samenleving. Je moet naar de samenleving kijken. Je moet niet naar je partij kijken. Je partij is ondergeschikt en het is ook onderdeel van de samenleving. Dus als het goed gaat in het land, gaat het ook goed voor jouw partijleden. Sowieso. En in de 1+ jaar dat deze regering aanzit, wat hebben ze goed gedaan? Wat hebben ze minder goed gedaan? Wel, kijk, we hebben een situatie, de regering voor situatie overgenomen. En waarbij het volledig, totaal een fout was. Dat weten we allemaal in het land. En daarmee zijn we over eens. En nu zijn ze bezig met een herstelprogramma. En het herstelprogramma moet er zijn. Sowieso, als er dingen niet goed zijn gegaan, je moet die economie herstellen. Je moet herstel brengen. Dus dat is een heel goed ding, is een pluspunt om het herstelprogramma te hebben om zaken te herstellen en te kijken naar hoe gaan we het doen, beter doen. Bijvoorbeeld een van de dingen, men kon geen salarissen betalen, dat weten we allemaal. 2-3 van de nieuwe maand hadden mensen nog niet ontvangen. Dat is nu behoort tot het verleden. De overheidsmensen verdienen op tijd, zelfs soms 27 van de maand hebben ze al hun geld. Dus dat is heel goed, toch? Dus de regering is bezig met goed beleid om dat in te lopen. Mensen moeten zekerheid hebben, ik ontvang mijn salaris. Betalingen moeten gedaan worden, zodat we onze positie veilig stellen. Dus dat we geen schulden hebben en we kunnen niet betalen. Je moet kredietwaardig zijn. Je kan geld lenen, maar je moet het kunnen terugbetalen. Je moet niet overdadig lenen dat je niet terug kan betalen. Want zelfs als je bij de bank gaat, kijk men naar jouw situatie. Kan je wel betalen of niet? Je kan geen 2000 per maand verdienen dat we een auto van 20.000 US kopen. Dus dat werkt niet. En als land, de regering is bezig om deze dingen aan te pakken. En dan hebben we dan wel een goede start om dan verder te gaan. En wat is volgens u minder goed gegaan? Nou, minder goed moeten we kijken naar de mensen ook. Dus we zijn bezig te herstellen. Maar we moeten ook kijken naar de mensen. Toch? Als ze te veel schreeuwen, dan moet je kijken waarom schreeuwen ze zo. Wat is het probleem? Je kan iemand helpen, maar terwijl ik je die persoon help, moet die persoon niet omvallen ervan, toch? Die persoon moet beter ervan worden. Dus het helpen, herstelprogramma, noem maar op, prima. Maar men moet ook kijken naar de mensen die het minder goed hebben, minder draagkrachtige, de mensen die zitten in situaties. We hebben laatst gehoord van, dat is een goed punt natuurlijk, voor die, ik weet niet in hoeverre uitgewerkt, de zwangeren, dat ze geholpen worden aan een basiskaart. Toch, dat is een model. Mensen die het
moeilijk hebben. Je kan geen water en licht betalen, water voor elektriciteit is er hoog. Hoe kunnen we de mensen tegemoet komen? Dus terwijl we bezig zijn met herstelprogramma, moet je ook kijken naar hoe kunnen we de mensen die het minder goed hebben, zwaar hebben al, hoe gaan we ze helpen om een huishuur te betalen of rond te komen zelf. Ja, want als je 20.000 SRD verdient en je moet zoveel uitgeven, dan zit je op een bepaald moment klem. Dus we moeten kijken naar die groep, vind ik hoor. Dat we echt naar de mensen moeten kijken, nu, omdat ze schreeuwen. En waarom schreeuwen ze? Omdat ze het voelen. De jongens hebben toen ook gezegd dat ik zo maar Firi naar Inbari, wanneer je schreeuwt, is omdat ze het voelen. En daarna moeten we kijken als regering, vind ik. Helemaal.